Ze bouwt dikke mannen voor, hè? Hees. En heel rustig. Fundamenten, hè? En final score, 1-0, kosten tamen. Komt oorspronkelijk uit Den Haag, hè? Hallo, ja. 5-4. Letten we wel even op? Ja, ik kom wel. Ja, ik ben bij BTC begonnen. Toen ben ik naar V6 gegaan. Bij 4-V6 ben ik bij Feyenoord terechtgekomen. Ja, vorig jaar zat je anders bij Excelsior, hè? Hoe zit dat precies? Ja, en het is achteraf toch wel goed geweest, want ik heb nu een vaste plaats in het eerste afgedwongen. En je bent pas 20, hè? Ja. Dus je hebt nog een grote toekomst voor je? Nou, ik hoop het wel. Ik probeer er zoveel mogelijk uit te halen. Basisplaats, maar je hebt wat te maken met keepreach en concurrent, hè? Want op een gegeven moment zat je even op de bank. Ja, maar ik heb mijn plaats denk ik weer terug naar Europa. Vooral tegen Fortuna, hè? Ja. Wat had je toen, joh? Had je doping geslikt of zo? Nee. Je was zo goed. Ik was natuurlijk daarvoor een tijd op de bank gezeten. Oh. En toen zette me erin dat ik zo gemotiveerd was om te laten zien dat ik nog wel kon voetballen. En toen mijn plaatsje kon voetballen. En sindsdien ben je er niet meer uit geweest? Nee, sindsdien niet meer. Oh, hey, die tellen we, hè? Ja, maar toen hij kwam je eruit. Je was over de lijn geweest, joh. Ja, hij kwam eruit. Goeie paas op Tament. Fijn dat het zwakker is geworden naar rust. En Tament die een goede indruk maakt in de tweede helft. Opnieuw Tament. Tament, Sabau niet. En voorlangs. Ja, dat zijn toch drie. Met God. Tament. Tament. Ongelooflijk. Gaston Tament in blessuretijd. 2-2. De invaller maakt de gelijkmaker. 8-8. Hey, Groningen zondag, moeilijke wedstrijd weer voor jullie. Ja, maar zeker een moeilijke wedstrijd. Groningen kan natuurlijk nog kans op de landstitel. En wij moeten proberen uit de tegendatiezone te komen. Maar jullie hebben pas 3 keer gewonnen dit jaar, hè? Voor de competitie dan. Dat is de minste van het hele betaalde voetbal. Ja, maar dat zegt natuurlijk niet niks. Nee. Hoezo? Je moet toch winnen, hè? Zondag? Ja, we gaan proberen zonder alles aan te doen natuurlijk. Maar de laatste paar weken draaien we wel je beter natuurlijk. 9-8. Ja, vind je? Gaat het een stuk beter? Ja, PSV natuurlijk wel. Ja, alleen ja, 9-9. Maar Sparta was weer minder. Ja, maar ja, ik denk dat natuurlijk donderdag, waarschijnlijk zie je met donderdag, had natuurlijk wel een zware wedstrijd gehad. Wel een beetje namen. Ja, tegen PSV. Maar wat kunnen we verwachten zondag dan? Zondag denk ik. Ja, Feyenoord weer, hè? 10-9. Hey, bedankt. Okay. Het andersom is zondag. Ik ben Dick Oosterhuis, nieuwe linksback van Groningen. Spel mij maar eens uit, toch? Hé, hey, Luc, dat nog wel jezelf, joh. Ik ken er niks van, kon die wel maken. Kap neus bij zout. Hij scoort. Nee, Gaston Tament. Gaston Tament, mateloos populair bij het vrouwelijk deel van onze redactie.